Mijn naam is Mouni Bouwelien en ik ben presentator bij Voetbalzone. Ik ben half Marokkaans, maar kreeg van mijn moeder een oer-Hollandse opvoeding. Dit jaar doe ik voor het eerst mee aan de Ramadan. In New Moon deel ik mijn ervaringen en praat ik met bekende gezichten uit de voetbalwereld over de vaste maand en het geloof. Fijn dat je weer kijkt naar de laatste aflevering van New Moon. In deze aflevering ga ik op bezoek bij een Nederlandse trainer genaamd Marco Verbeek, die net als ik dit jaar voor het eerst aan het vasten is. Ook ga ik langs bij Dries Sadiki, waarmee ik een emotioneel gesprek heb over het hiernamaals en het geloof. En ga ik met Helmut Sport aanvallen, Karim Loukili langs bij de moskee en praten we over het suikerfeest. Mouni, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn bij CVV Vriendenschaar in Culemborg. Ja. Je hebt net met Jonkies een wedstrijdje gehad. Klopt. Je hebt afgelopen week een LinkedIn post gedaan. En waar je in aangaf dat je doet vasten, bijna 8000 keer geliked. Heel veel reacties eronder. Heb je de reacties gelezen? Ik had niet verwacht dat dat zo groot uitgepakt zou worden. Dat was ook niet mijn intentie. Er zijn wel heel veel mensen die dat mooi vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen die terecht zeggen van ja, maar hou even. Er zijn miljoenen mensen die vasten. Zo bijzonder is het niet. Wat ik gepost heb is inderdaad, ik vast. En dat doe ik volledig. Dus niet niks aantal dagen of niet alleen water drinken of wat dan ook. Nee, ik vast volledig mee. En dat wil ik helemaal niet filosofisch doen of spiritueel. Want dat zit helemaal niet in mijn karakter. Alleen, ja, het is allemaal normaal, weet je wel, dat het water uit de kraan komt. En nou, ja, het is wel iets bijzonders. Heb je er geen lichamelijke effecten op? Tot vermoeidheid, jawel, vermoeidheid. Omdat je ritme breekt. Je stapt 's ochtends om 4 uur uit je bed. 3:30, 4:30, een beetje wisselend. Hoe reageren mensen in je directe omgeving erop dat je doet vasten? Er zullen vast mensen zijn die dat niet begrijpen. Of heel erg koppelen aan de islam. Of heel erg koppelen aan een geloof. Of heel erg koppelen aan een jeleba of een baard. Of wat dan ook. Ik respecteer het geloof. Ik ben zelf niet gelovig. Hè, dat koppel ik dan wel los van elkaar. Ik vind het wel iets heel moois. En ik merk zowel fysiek als mentaal dat het wel iets met je doet. Wat doet het met je? Het geeft je wat meer rust op een of andere manier. Het geeft je wat meer fysiek, los van de kilo's die je kwijtraakt. Of, je lijdt eigenlijk. Tussen haakjes, want wij weten niet wat echt lijden is. Hmm. Maar je lijdt en ja, ik heb het idee dat je daar sterker van wordt. En, het vraagt uithoudingsvermogen, het vraagt discipline, maar dat levert het ook op. Dus daar geloof ik wel in. Ik vind het mooi om dat te doen. Zou je het andere mensen aanraden om te vasten? Ja, volmondig ja. Waarom? Ik vind dat je altijd een uitdaging aan moet gaan met jezelf. Dus wat ik zeg, de ene die gaat op yoga, de andere gaat elke dag in een ijsbad zitten. De andere die traint voor een marathon. Je wordt getest en dan moet je sterk zijn. Hoe blijf je sterk? Ja, gewoon door gewoon je afspraak na te komen. En zeggen, ja, ik ga dit doen, punt. En dus doe ik het. En het is met alle respect natuurlijk wel prettig in een strijd of in een competitiestrijd dat er een einde aan zit. Ja. Je weet, 30 dagen, dan is het klaar. Ja. En de vraag is dan van, ja, wat nu? Terug in het oude patroon? Of neem je iets mee van die 30 dagen? Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En ik hoop dat ik daar wat in meeneem. Nog 2 dagen tot suikerfeest. En over 3 uurtjes ongeveer mogen we eten. 4 uur zelfs. 4 uurtjes mogen we eten. En een beetje om tijd te doden. FIFA doen, hoort er natuurlijk ook bij. Ik ga daar mijn eerste suikerfeest ook worden. Dus... ik ben benieuwd man, ik laat het allemaal op me afkomen en ik heb er zin in. Assalamu alaikum, welkom. Ik ben Soufiane Touzani. En waarom de Ramadan zo belangrijk is voor mij, elk jaar is dat een tijd voor bezinning. En over tijd gesproken, in de Ramadan ben je veel bezig met de tijd. En ga je ook nadenken van wat je met die tijd doet, hoe voel je dat in. Het is ook de tijd van discipline, jezelf. Onthouden van een aantal dingen, met name natuurlijk eten en drinken. Het versterken van je iman, dus eigenlijk jouw geloofskracht, zeg maar, jouw verbinding met God.
We zijn hier in de moskee. Wat betekent deze plek voor jou? Ja, heel veel, man. Hier kom ik altijd tot rust. Als ik hier binnenkom, ja, dan voel je gelijk meteen de rust. Ik denk dat je net ook hebt ervaren. Ja. Het is ja, prachtig. En wat voor problemen ik ook heb, naast of met voetbal of andere privézaken, kom ik de moskee binnen, vergeet ik alles. Mm. En ja, dat gevoel wil je gewoon soms hebben. Dat je gewoon aan niks kan, niks hoeft te denken. Alleen ja. aan God, zeg maar. Hoe heb je deze maand beleefd? Ja, mooi natuurlijk. Ik heb geholpen waar ik kon. Dus denk daarbij aan, het is niet alleen vasten, begrijp je? Er zijn meerdere dingen eromheen. Ik heb geprobeerd mensen te helpen, arme mensen te helpen. En dat doe ik dan met een groepje samen. En ja, dat zijn echt hele mooie dingen die je kan doen. Vooral in deze maand, dan kom je toch tot rust en dan ga je toch nadenken. Morgen is suikerfeest. Waarom is suikerfeest gekoppeld aan de Ramadan? Ja, het is gewoon een, je viert eigenlijk dat je een maand vast erop hebt zitten. Mm-hmm. Dan vier je dat met je familie meestal. En dan doe je in de ochtend een laïd gebed, heet dat. Dat is het gebed dat je de suikerfeest start, zeg maar, en het einde van de Ramadan eindigt. Ja, okay. Dus, en dan ja, vier het gewoon met je familie, met je gezin, met iedereen eromheen. En hoe ziet de suikerfeest voor jou eruit, jouw dag? Hij begint, ja, wat je net al zei, met klopt. Bidden. Ja. Ja, je begint in de ochtend natuurlijk met bidden en dan daarna ga ik meestal naar huis. Want dan kun je eindelijk ontbijten na een maand niet te hebben ontbeten. Dan kun je gewoon lekker ontbijten met je familie. En dan komen we meestal allemaal bij elkaar, familie bij elkaar. En dan is het gewoon genieten, samen eten, samen drinken. En vooral dat, ja. Ja broer, nog even man. Nog een paar uurtjes. Ja. De Ramadan is dan ten einde. Ja. Ik ga jou bedanken. Ja. Ook bedanken dat we hier mochten zijn. Ja, man, een mooie zeker. Plek waar ik nu al rust vind. Ja, zeker. Het is gastvrij voor iedereen. En ja, iedereen is gewoon welkom in de moskee. Ongeacht je geloof, christen, jodendom. Iedereen is gewoon welkom in de moskee. En daar staat de moskee ook bekend om. Beste mensen, Brahim Dari hier live vanuit Istanbul. Hoe ik de Ramadan beleef, fijn. Hoe het hier aan toe gaat, de groepstrainingen zijn natuurlijk aangepast aan de maand Ramadan. We trainen vlak voor etenstijd, en, zodat je daarna gelijk kan eten en je gewoon weer goed voelt voor de volgende dag. Ik begin natuurlijk gelijk met veel water drinken. Ik probeer toch die 3 liter aan te tikken voor de volgende dag. En je zit in een moslimland, dus je hebt veel aan elkaar. Een gebroederschap, dus het is een hele mooie maand. Ik wens jullie allemaal ook nog een hele fijne Ramadan. En dit is mijn ervaring. Groetjes. Dries, we zitten tegen het einde van de Ramadan aan. Hoe is je humeur? Je humeur is goed. Natuurlijk, je hebt bijna een hele mooie maand achter de rug. Ik denk dat wij altijd uitkijken naar deze maand. Omdat het gewoon een hele mooie maand is. Je doet wat voor anderen. Ik denk toch dat het de kern is van Ramadan, doen voor de anderen, een beetje gezelligheid en die dingen. Dus, We zitten bijvoorbeeld nu aan een bar hier in het Koning Willem II Stadion. Ik zeg je eerlijk, ik ben daar regelmatig te vinden in de kroeg. Ik drink regelmatig ook, dat zeg ik ook gewoon allemaal heel eerlijk. Maar kan ik daardoor nog gelovig worden? Stel, ik zou me echt daarin willen verdiepen wat ik nu aan het doen ben. Ik zou gelovig willen worden, kan dat nog dan? Tuurlijk. Alles van het Heilige is de meest vergevingsdienst. Dus hij vergeeft het snelst en het meest. Dus je kan zeker kan je nog goed gaan geloven. Ik weet dat je gelooft. Natuurlijk, je doet mee in de Ramadan. Ja, dat zijn al denk ik twee mooie stappen. En natuurlijk, als je dat een beetje probeert te verminderen en op een gegeven moment gewoon achterwege gaat laten en gewoon gaat focussen om het goede te doen. Ja, natuurlijk kan je gewoon geloven en. En zo alles van het leven geven. Wat gebeurt er als je je niet aan die regels houdt? Als je niet aan die regels houdt, krijg je gewoon sayed. Dat zijn zo, ja, gewoon makkelijk gezegd gewoon strafpunten. Ja. En als je iets goed doet, krijg je dan gewoon pluspunten. Dat is hasanat. Ja. Dus dan krijg je gewoon goede punten, zeg maar. En dat wordt dan verrekend. En dan als je meer hasanat hebt, ga je naar de hemel. En als je dan zeg maar minder hebt gedaan en sayed hebt, dan ga je naar de hel. En de hel is natuurlijk gewoon, gewoon minder, volgens mij gewoon vuur en gewoon lijden. Mm. Volgens ons, als je geen moslim bent, dan ga je sowieso naar de hel.
Oké. Okay. Dat is, ja. Ja, als je dat zo zegt, klinkt het voor mij ook best wel angstig, omdat ik een bepaald leven heb geleid. Wat in het geloof eigenlijk staat op dat je daardoor naar de hel gaat. Ja, is er ook iets, een manier voor mij om daar een bepaalde rust in te gaan vinden? Het gebed is gewoon zo rustgevend. Vooral als je naar de moskee gaat en de imam voor jou gaat reciteren. En dat is gewoon zo diep, zo puur. En je hebt ook gewoon echt imams die gewoon gaan huilen. Zo diep gaat het. Dus dat is wel een aanrader voor jou om daarmee mee te beginnen. Hmm. Ik was tegen mijn tranen aan het vechten, man. Doe ik nu nog? Ja, ik weet niet. Mooi, man. Ik, ja. Oh. Ja, ik weet niet, man. Het is een beetje, ook voor de eerste keer vast en altijd voor mij allemaal alsof ik, ja, toch wel een gedeelte gemist heb of zo. En, ja, ik vind het echt mooi dat je er nu aan verdiept en dat je bent begonnen met het vasten. En... Ja, snap je? En ik kan ook echt niet beloven dat ik dadelijk me helemaal in het geloof ga richten of wat dan ook. Snap je? Maar ik sta er wel voor open om te leren. En ja, eigenlijk als ik nu heel de Ramadan terugkijk van kleine dingen. Mijn buurjongen die eten kon brengen. Jij die maaltijden brengt naar gezinnen die het moeilijk hebben. Ja, dat weet ik niet, man. Nee, ik denk dat gewoon het mooiste is van jou ook. Dat je sowieso al in wilt verdiepen. En ik denk gewoon, wat je zegt, stap voor stap leren is denk ik veel beter dan in één keer erin helemaal ingaan en er toch weer uitkomen. En ja, ik vind het gewoon mooi dat je nu hier emotioneel wordt en zo. Dat doet mij ook wel heel wat. En als ik vragen mag, ondersteunt je vader jou nu daar wel nog in? Of? Dus, ja, ook lastig. Hè. Weet je wat het is? Omdat het, dat contact heel lang is weggebleven. Voelt het af en toe nog onwennig, snap je? Soms voelt het nog niet helemaal als mijn vader, omdat hij heel lang is weg geweest. En in mijn jonge jaren was hij er niet. En in die jaren had ik hem misschien wel het hardste nodig. En ja. Zeker in de jaren dat ik ging puberen, et cetera. Dus nee, dat nog niet. Maar ik denk als we gewoon, dat wil ik heel graag nog een keer doen. Ik moet niet weer emotioneel horen. Maar ja, dat ik gewoon met hem veel dingen uitspreek. Ja, over waarom die vertrokken was en waarom die ja, op sommige momenten er niet was. En ik denk als we dat gewoon uitgesproken hebben en dat gewoon allemaal goed is, weet ik zeker dat hij ook wel ervoor open staat om mij te ondersteunen in dingen. Wat je net ook al aangaf, al gaat het linksom of rechtsom, prima. Ja. Maar dat hij wel inderdaad mij advies heeft gegeven en bepaalde dingen heeft meegegeven. Ja, mijn respect heb je sowieso. Vooral al, ja, je doet dit al. En natuurlijk als je dadelijk denkt van dit is toch niks voor mij. En heb je er in ieder geval wel moeite voor gedaan en heb je het geprobeerd. En dan weet je ook zeker dat dit niks voor jou is. Maar ja, als je nu iets probeert en denkt van laat zitten, dan weet je ook dan niet. Dan weet je inderdaad niet. Het is suikerfeest, Eid Mubarak. Als ik het goed uitspreek, Eid Mubarak, volgens mij. Ik moet het ook allemaal leren natuurlijk. Maar suikerfeest, man. Prachtige maand geweest. En ik ga het zo vieren met mijn vader. En ja, dat gaat denk ik wel een heel mooi moment worden. Ik hoop dat ik niet weer emotioneel ga raken, maar ja, nee, weet ik niet. Ik denk toch wel ja, iets moois weer. Dus ja, ik laat het gewoon op me afkomen en ik hou jullie op de hoogte, man. Barak allemaal, met mijn vader. Zeg even hallo. 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 Ja, met allemaal lekker eten. Een lichtje. En dit allemaal. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar New Moon. Wat een mooie maand. En ik bedank dat ik niet ga jankeren, maar
ja, een mooie afsluiter van een heel mooi programma wat ik heb mogen maken met de afsluiting van mijn vader. Goed, doei. Slow up.